Goedemorgen. Leuk dat je weer kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. Ik ben even de Elf Putty Primer aan het opdoen. En moet ik eerlijk zeggen, het is meer textuur dan poriën wat ik heb, want ik heb een hele droge huid. Niet te zeggen dat je met een droge huid geen zichtbare poriën kan hebben. Ik heb er wel een paar hoor. Maar niet zo erg. Zo. We gaan een full face of elf doen. De elf putty primer. Even mijn handen vegen. Ik heb wat nieuwe dingen, wat oude dingen. Ik doe even een glow primer op. Zo, die is niet van Elf, maar dat heb je niet alles. Niet alles, nee. Maar goed. De foundation is de Sissy Cream. En ik heb ook de Elf Camel Powder Foundation sinds gisteren. Daar gaat een wekkertje af. Maar omdat ik heel veel cream producten heb, wil ik die eigenlijk niet gebruiken. Dus de Elf CC Camo Cream of Camo CC Cream. Camo CC Cream is allerminst mijn favoriete foundation. Maar ik heb gemerkt als ik een glowdrupje erbij gooi en heel weinig aanbreng, dus zeg maximaal één pompje, dat ik het wel oké vindt. Even met de sponsor overheen. Want ik heb het idee dat het niet heel erg. De Hydrating Camo. Heet het ook Camo? Weet ik niet. Dit is de Hydrating in iets van Peach. Dus die doen we even erbij. Dit is de concealer trouwens. Zo. Ik heb nooit heel veel concealer nodig. De winkies. We gaan door met de brow lift. Ik gebruik dit soort producten eigenlijk niet. Maar oké. Het was zo'n hype over dat ik dacht, nou, laten we maar proberen. Oh. Gelijk even wegdoen. Even kijken.
Ik heb een spoelie. Het is helemaal doorzichtig. Het voelt een beetje plakkerig. Twee keer erin tippen. Het doet natuurlijk niets voor de kleur, hè? Ja, weet je, dit. Ja, het zal, maar dat is bij mij zo blond, dat zie je bijna niet. Dus laat het even opdrogen en dan gaan we er gewoon mee verder. De putty bronzer, maar die had ik al. En dan wil ik heel even... Ik ben even op zoek naar mijn... Putty bronzer kwast. Dit is trouwens in de kleur. Volgens mij is dit de contourkleur. Feeling Shady. Wessels wekker ging af. Maar die was heel laat thuis vannacht van zijn werk. Dus ik ben benieuwd wat die. Het is natuurlijk niet bedoeld echt om te bronzen. Het is meer voor te contouren. Het is echt een beetje een grauwige kleur dit. Ja, maar ik hou ervan. Ik... Zo min mogelijk oranje. En ik hoef ook niet heel veel te hebben. Dit is genoeg voor mij. Ja, wat ik heb is de Luminous Putty Brush. Nee, blush. Niet een brush. Dit is de Luminous Putty Blush. In de kleur Maui. Ik had wel de gewone putty blushes al, maar nog niet, de Luminous, want die is hier gewoon nog niet verkrijgbaar. Ik heb dit gewoon besteld bij Elf zelf. Dit is hem. Ja, de potjes zijn altijd wel een beetje klein, hè? Heel mooi. Oh ja. Hier word ik heel blij van. Ja. Die is mooi. Mooie kleur zeg. Wauw. Ja, 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 ja. Toppie. Daar vond ik de matte ook fijn hoor. Daar gaat het niet om, maar. Zullen we even de wenkjes afmaken? Met mijn gewone wenkbrauwpotlood. Ik ga heel even de spiegel vergroten. Dat ik een beetje beter kan zien wat ik doe. Ik voel een haar op mijn gezicht, ken je dat? Ik heb nog niet het idee dat het helemaal droog is. Maar
Wat ik zo ervan zie. Niet heel vervelend. Het lijkt of ik in deze iets meer heb gedaan, want dit blijft nog een beetje hangen of zo. Ik ga er zo wel even mee verder. Ziet er niet slecht uit. Het model is niet slecht. Voor de ogen heb ik de No Budge Shadow Stick in het roze. Ik heb altijd ruzie met de verpakkingen. Hallo, kom er eens uit. Ja. Dat is deze. Ik ga heel even waaieren. Ik ben een beetje dol. Natuurlijk tik ik mezelf wel op mijn neus. Wat ik van plan was om hier een lijn mee te trekken. En dan even uit te smutsen of zo. Leuk. Lekker blijf afgaan bij wissel. En een beetje aan de onderkant. Klein beetje maar. Oké, want wat ik ook heb is de Elf No Budge Cream Eyeshadow. En ik moet eerlijk zeggen, ik wist helemaal niet dat Elf dat had. Die staan bij Douglas niet op de website. Even kijken, even een klein kwastje. Voelt heel zacht. Het is heel gepigmenteerd. Dus ik doe een klein beetje aanbrengen en dan weer smutsen. Wat leuk. Ja, leuk. Wat ik wel ga doen, is met wat er nog op de kleine kwast zit, een beetje aan de onderkant. Bij dat roze.
Even een schone hebben. Niet te laag. Want dan word je zo'n clown. Hier laten we het bij. Ik heb nog een kleur van de eyeshadow. Maar hier laten we het bij. Ik vind dit prima. Even de L'Oreal primer opdoen. Zo. Die laten we even een beetje droog. Oh, we moeten wel de oogschaduw dicht doen natuurlijk. Dan heb ik een lip liner, de, ik had een bril meegenomen, dit is de Love Triangle Lip Filler Liner in Soft Pink. Dat is echt een soort een mini lip liner. Hij ziet er zo uit. En dan echt in een soort druppelvorm. Hij is best hard, maar hij geeft wel veel pigment af. Ja, ik vind het een mooie kleur, dat ten eerste, maar ik denk dat ik het... Ja, hij is wel hard. Dan heb ik de Glossy Lipstain in de kleur Pinky Sap. En dat is ook een heel klein cutie. Hallo, zo. Ik ben benieuwd. De applicator is aan allebei de kanten hetzelfde, dus je kan hem aan allebei de kanten gebruiken. Het is meer een soort nude-achtig iets. Oh, mooi hoor. Mooie kleur. Vind ik het echt pink? Nee. Wel mooi. We gaan heel even verder met de wenkbrauw. Kijken of die alweer een beetje wat meer wil kleuren. Oh ja, beter.
Je voelt ook dat de haartjes nu hard zijn. Oké. Wat vind ik hiervan? Ik kan niet echt vergelijken. Ik gebruik dat eigenlijk nooit. Ik moet wel zeggen, ze voelen wel gewoon stevig aan. Het doet niks raars. Het is voor mij niet een meerwaarde. En als laatste denk ik. Nee, als laatste gaan we even een klein beetje poelen. Dan heb ik de 11. Camo. Nee. Ik ga zo kijken. De Halo Glow Poeder. Een beetje onder de ogen. En ik wil een heel klein beetje het tacky gevoel eraf hebben. Maar ik wil nog wel een beetje de glow bewaren, daarom een glowpoeder. Ik heb geen setting spray. Heb ik dat nodig? Heb ik dat nodig? En doe gewoon die van Revolution even op. Dan moet ik even wapperen. Wat vind ik tot nu toe van het 11? Ik vind het eigenlijk wel allemaal goed. Ik ben heel blij met de blush. Ik vind de oogschaduw leuk. Ja, ik vind de oogschaduw leuk. De bronzer had ik natuurlijk al. En de concealer ook. De CC cream had ik ook al. Was ik niet heel blij mee. Maar als ik dan een dewdrupje erbij doe. Dat zijn van die glow drops. Deze. Waar staat het? Deze. Van Revolution. Dan is het te doen. Of je kan ook een glow primer erbij doen. Van 11 heb ik de 11. Ja. Lash It Loud Volumizing Mascara. Die had ik al. Van tevoren denk ik niet geweldig. Maar misschien omdat ik nu de primer heb opgedaan. En natuurlijk, dit is een heel hard borsteltje. Ik hou er niet van gewoon. Op een of andere manier doe ik altijd mijn ogen zeer. En dan knijp ik. Kijk, en dan zit het hier. Dus dat gaan we zo even weghalen. Oké, ik moet zeggen, met een primer eronder is het prima. Word ik er nog niet heel wild van, maar is het prima. Nou, met een primer eronder is het te doen.
even, ik ga het even droog wappen en dan gaan we even proberen wat weg te krijgen. Wat vind ik ervan? Over het algemeen vind ik het wel een goede 8 hoor. Ze hebben goede producten. Het is allemaal fijn een beetje Het is allemaal fijn om mee te werken. Wat ik ook nog heb en wat ik vanavond ga proberen zijn van die oogmaskers. De Party Primer, ja, die had ik natuurlijk al. De poeder ook. De mascara ook. De CC Cream ook. Dus de bronzer ook. Dus ik had nu de Luminous Blush. Nou, die vind ik echt geweldig. De oogschaduw en de oogschaduwstick is prima. Voor iemand die niet van oogschaduw houdt, is het heel handig werken. Is het heel makkelijk te doen. De lip potlood, fijn, hard, maar geeft wel goed pigment af. Dus nou, dat is een voordeel. De concealer had ik al. De lip had ik gehad. De ogen. Volgens mij heb ik dan alles. Ik had geen oogpotlood, want ik had de shadow stick. Ja, de bronzer. Die had ik ook al. Ook prima. Dus dat was hem. Ik ga dit even schoonmaken. En dan zie ik jullie bij de volgende. Dankjewel voor het kijken. Like en subscribe. Doei.